FC Volendam TV wordt mede mogelijk gemaakt door Broekhuis. Deul, Dodeman de diepte in. Dodeman krijgt hem mee en is eerder bij de bal dan Maus. En in tweede instantie prikt hij raak. 1-0 is het voor Volendam. In de 16e minuut de voorsprong via Nick Dodeman. Het is erg snel gegaan vandaag. Vanochtend gewoon getraind, zoals elke dag eigenlijk. Ook voorbereid op Go Ahead Eagles die we morgen hebben. En in de middag is het heel snel gegaan. Ja. Hebben Cambuur en Volendam contact gehad en zijn ze uiteindelijk tot een akkoord gekomen. Ik denk dat het voor mij gewoon ook op dit moment een hele mooie stap is. Ik heb natuurlijk al getekend voor de zomer. En dan sta je eigenlijk al te springen om daar naartoe te gaan, als ik het zo mag zeggen. Dus toen zij zich ook melden dat ze het per direct ook wilden doen, dan gaf mij ook een goed gevoel en wilde ik dat eigenlijk ook wel. Ik heb vanmiddag met Jasper gesproken, toen heb ik ook gezegd als het niet lukt, dan blijf ik bij Volendam en dan blijf ik 100% mijn best doen. Dat weten ze hier ook, zo sta ik er ook gewoon in. Maar goed, uiteindelijk zijn ze toch tot een akkoord gekomen en daar ben ik blij mee. Ineens vanmiddag is het heel snel gaan, heel veel belletjes en dingen ondertekenen, opsturen. En dat geeft zeg maar nog niet echt het idee dat ik nog speler ben van Cambuur, zeg maar. En dus dat is raar hoe ik hier straks wegga, denk ik. Beetje gemengde gevoelens, maar positiviteit overheerst wel. Volendam heeft mij 3,5 jaar geleden de kans gegeven in het profvoetbal. En daar ben ik ze sowieso heel dankbaar voor. En ik heb een fantastische tijd hier gehad. En persoonlijk en als team denk ik ook, vooral vorig seizoen en dit seizoen natuurlijk. We hebben een periode gepakt wat toch wel een hoogtepunt is. En ik denk dat ik me hier gewoon heel erg goed ontwikkeld heb. En daar ben ik de club heel dankbaar voor. Als je als team ergens voor strijdt en dan is het gewoon heel vet als je een prijs wint. En dat was toen voor ons in de vorm van periodekampioen. Helaas dat we het niet konden afmaken. Misschien had er nog wel wat moois uitgekomen. Maar ja, dat is het eerste wat me wel te binnen schiet. Ja, dat is, is gewoon heel gaaf als je dat weet te bereiken als team zijnde. Ik ben de club heel dankbaar. Ik heb een fantastische tijd gehad. Dus bij deze wil ik iedereen bedanken voor de mooie afgelopen 3,5 jaar. En kijk met hele warme gevoelens terug naar deze club en deze afgelopen 3,5 jaar. Ja, de fans ook, die zijn ons altijd blijven steunen. En ik denk vooral de afgelopen jaren dat natuurlijk het supportersaantal weer wat toenam. Dat was voor ons als groep zijnde ook gewoon heel fijn om te merken dat er weer goede support achter kwam. En dat geeft toch wel een boost. En bij deze wil ik dan ook de fans uiteraard bedanken voor de steun die ze gegeven hebben de afgelopen jaren.